Orrun de Pinksterman die weet precies hoe het hier verliep dat de eerste Alvestedentocht op de fiets houden waard. Omroep Friesland ging met schrijver Willem Skoorstra, tekenaar Peter Pontiac en publiciste Nienke de Jong op zoek naar de betjutting, de historie en het gevoel van de fiets Alvestedentocht. De eerste 104 fietsenstoring, ja. Als gevolg van den op 7 februari 1912 gehouden Elfstedentocht en wedstrijd per schaats rijpte het plan bij enkele Bolsweder heren enzovoort, enzovoort. Ja, geweldig mooi, hè? Dat zou het bewaarbelen is, maar goed grootschap werd. Ja, fantastisch. In 1912 was er een Alvestedentocht op Redenshouden en op alle controleposten zit een zogenaamde controlecommissie die dus de kaarten tekenen, die moesten en de tijden opschrijven. En de commissie hier in Balzert, die zit in de tuin van de Doelen en daar zit onder meer bij de huisarts Beekhuis. En die huisarts Beekhuis, dat weer zelf een verwoed fietser, maar die hier zelf die Alvestedent al een keer dus fietst in Jontje en Alve, maar een stuk op de maten. En die zei toen van ja, dus even, wat ze winters op Redens organiseren kennen, dat kunnen we simmers op de fietsbaan. En dan kiezen we een periode van mooi waar, en dat is Pinkster, dan kunnen mensen echt genieten van het Friese landschap. En dat is de stad, Marlijn. Wat een rot waar! Het rijdt al de hele dag. Het wetter staat al centimeters dik op het ijs. Een wonder dat er nog 60 man te vinden binnen die de Alvestedentocht jou het rijden willen. Nou, zes dat wel. Sneu voor die rijders. En voor ons. We zouden bals het zo mooi onder de aandacht brengen kunnen met zo'n tocht. Maar het zocht er net uit, Joet. Ja, dat hield eens van heel Friesland verzeld. Jammer dat die Alvestedentocht alleen nog in de winter houden werken. In de maaitijd zou mooier wezen. Ha, ja, maar dat zou je kunst iets maaitje mat of zo. Dat slaagt het nooit. Nou, nooit iemand zou zeggen. Ik ga een periline de Alvestedener eens op een fiets bij Delwest in de maaitijd. Prachtig wie dat. Zes dokter Beekhuis, wat jij en ik nou, dat is een heel goed idee. We moeten alle jaren een Alvestedentocht op een fiets organiseren. We rucht je voet een voorbereidingscommissie in het libben. En jou voor de voorzitter. En de wind, die is er nog niet. Dat komt helemaal. En we hopen zeker... 3, 2, 1. En heel veel succes allemaal. Tjoch,
De koepel van een oneindige loft die het nonchalant haast met de jermtakken op het Ierske plot van diepe groeiden leidt. Daartussenin, voor het eeg aan de horizon, een lange sliert fietsers die het loft en ieder om elkaar verst ritst. Een beeld dat als men dat ieke sjongen het op het netvlies hingen bleef om er nooit weer uit te gaan. Wat is het dat duizenden mensen een keer in het jaar op Pinkstermaandag bij elkaar brengt om daarna in kolonnen bij de Alversteden van Friesland langs te fietsen? En dat al 100 jaar lang. Men kan het je nou afvragen. Want zou het bijgelijks net volle gadelijker wezen om zijn tocht op zomer een willekeurige dooi te rijden, alleen nog of met een groepje vrienden? Dat had enkel maar voordelen. Een relatieve rijstgeniertje van de natuur en het eeuwwaard zonder dat oren die opjaaien of van het chillen rijden. Daai en tijd zelf plannen met buienradar op de smartphone zodat het wist van mooi en droeg waar. Maar dat is het vergees, een net onaardige bijkomstigheid in tijden van crisis. Reden genoeg om net aan te sluiten bij die sliert fietsers die het loft en ieder ritst. En toch gebeurt het. Toch wacht het elke nien op die ene dag in mei dat ze weet hoe betiet van Beertmatten om in ware wien 240 kilometer door het Friese land te fietsen. Een enkele fietser is wat anders dan 50.000, hè? Dus daar moeten we terdege rekening mee houden. En ik in de keuze van de dieken die we broeken. Er moet voldoende breedte wijzen. Toeristische fietspaden zijn mooi, maar net altijd om 15.000 fietsers het deel te sturen. En dan krijg je het inderdaad een probleem. En dit leidt dus echt een knelpunt voor u, zeker in de keuze van de route. Beekhuis is weer een vooruitstrevend man. Hij wist in tijd in feite wel aardig vooruit. Hij wilde ook net een wedstrijd van maatje. Hij had een hele lietse taaie die naar de oren bestuursleden dat de tijden van terugkomst die mochten op een startkaart optekenen worden. Maar dat hield er echt liever net gewoon, want het puur een toertocht. Ik zeg, een wedstrijd moet het worden. Ja, dat denk ik, hè. Om het ondernet, wij hoegen hier geen topsporters. Het gaat erom dat de mensen zo'n libje en goed bewegen en onderwijs genietje kennen van het prachtige landschap. We doen het op Pinkstermaandag. Dan is Friesland op zijn mooist. Maar dan geef je tjen het advies van Pim Mulier in. Denk erom, dat is de grootste sportguru van het land. En die zei het, geweldig idee, San Fietsalverstedentocht. Maak je er een prachtige wedstrijd van. Een wedstrijd. Dat is het op het ijs anders ek. Ik prakasseerde net oer. Mulier kan zeggen wat er wil, maar ik ben huisdokter en ik zeg: het gaat om de zoenens van de meesken. Daar is die Alversterentocht een prachtig uithingboord voor. Heren, zo doggen we het. En hierbij gaan wij de Fietsalversterentocht officieel oprichten. En nou wil ik ook naar boeten, ta. Het zit je blauw van je sigarenreek. Er is iets raars met de Alversterentocht. Elke keer als ik erop romsjog, vind ik het een machtig mooi evenement. Denk ik aan al die juichende meesken die het langs de kant staan met hun partytenten en hun ghetto blasters en hun vuvuzela's. De honderden vrijwilligers die er met alle leerte verzwargen dat ze net ons smotsrieten wust wanneer ze diek oorstekken worst. Onder meesken die bij Bartlehem een appel onrikken. En dan denk ik aan alle korpsen en shantykoren die die manmoedig van het ene stempelplak naar het andere stempelplak blazen en sjongen. Daar denk ik aan op die 364 dagen van het jaar dat ik net de Alversterentocht fiets. En ik denk er aan tijdens de eerste 150 kilometers. Want het boppenste roentje is wat te dwaan.
De dij is nog jong, de benen nog fris en de kont is nog zeft. Enthousiast wijf ik naar alle meesten aan de kant. Rop ik harre naar haren. En zis ik tegen mijn fietsmaten dat het hartstikke mooi giert. Wat binnen we mooi fut nou, zissen we. Alstublieft, je onderscheidt me gewoon van dat de diversiteit in de deelnemers is volle grutters bij de oren. Het tal vrouwen wat die afstandacht vist, dat percentage, dat is ik absoluut volle grutter als bij vergelijkbare tachten in Boerenland. En dan nog, de afstandacht, die loopt ik alle jaren met in. Ik bedoel, die, als ze hebben we eens verlegd voor Laaien, Sinterklaas, maar dat jij bij die afstandacht. Wat de meesken. 260 man en zelfs een paar vrouwen. Zedeloosheid is het. Als vrouwen de wasktobben verruilen voor de fiets, is de einde van wij. Ach man, jouw ekko? Mijn huisarts in Jemle Ekkelsa, dat ik een chat doen loeken maast op een fiets. Beste meesken, welkom in Bolzut. Als ik haast het startskot jou, fiets je hem eerst naar Haas en dan het noorden van de provincie in. Maar ik wil eerst nog sissen dat ik het mooi vind dat je nu het deze inspanning levert. Wat een praatjes, kom, het korps gaat al spelen. Dat begin. Het belangrijk is dat je hem goed tarret hebben en dat je hem... Ik lig gebroken in mijn bed. Ja, jullie morgen, hè? Heb net de douche weer uitgezet. Ja, lieve mensen, goeiemorgen. Ik wilde wel, maar het ging niet echt. Mijn kater won weer het gevecht. Meesken zeggen ze vaak, als het door de fietstocht gaat, dat het zo gezellig is. Gezelligers betjut een noffelijke omstandigheid of noffelijk gevoel. Vreugelijkes, smoekers, vertrouwdens. Meestentijds het gezelligheid met oren te krijgen. Een geer zit met goed zelskip. Dek je het dus om. Een prestatie lever je in groepsverbonden, waarbij de prestatie ondergeschikt lijkt om het feit dat het in een groep gebeurt. Een grote groep van zo'n 15.000 meisken en dus navenant meer gezelligheid. Deroer sprutsen is het net opvallend dat een katholieke volkssport, liek als het fietsen, maar zijn bourgondische achtergrond zou zijn plakvoen het in het protestantse Frieslongen. Dat de geur van piepermuntjes en mongen het, maar die van vierreek, bier en fly. Oké, het is geen hut fietsen, maar de hut betekent flink gas, jong. En daarmee het wat van een Brabants criterium in Frieske contraien. En wat te denken van de overeenkomst met het carnaval? Rare pakjes, nuvere petjes, onnozele veskes. Het heeft er een soort van dat de deelnemers en taskorgers krampachtig besieken gek te dwaan. Nu staat helendal het wezen van de meisken net is. Maar je oren worden, is de Alversterentocht wel een typisch Friesk fenomeen? Als het zijn orentochten of marathons in de rest van Nederland, is het antwoord ja. Soms begint mooi het decor dat de tocht om in afspeelt. Friesland is ooit de mooiste provincie van Nederland kiezen. En misschien wel het grootste pad van de net-Friesen docht krijgt daarom mooi. Om de leegte, de wolkenloften en het pittoreske te onderkennen en te bewonderen.
Friesker als dat, wordt het net. Op dat is daar de wisselwerking tussen deelnemers en taskagers. Die is onmiskenbaar Friesk, want waar ooit de Friese vlaggen in al zijn verschillende gedaten zien vol, maar de klompen, shirts, korte broeken, sokken, boesdoeken, petten en sjaals maar een sturfje. De ein is er verwaai. Fietsen, je hebt ik in het noorden en dat zien we ieder jaar op Pinkstermaandag, 15.000. En inderdaad, het is wel zo dat voor hen dat een groot part van de fietsers hier uit het noorden kwam, uit Friesland, 60%. Maar zo langzamerhand is het al oorsom, 40% Friesen en 60% uit de andere provincies, weer van een heleboel uit het zuiden inderdaad, en ik uit België. Dus wat dat betreft is de stelling van het is voor katholieken misschien wel weer weer. En ik ben zelfs een katholiek en ik fiets ik. En Bolzert is een katholiek. En Bolzert is het Rome van het noorden. Ik wil even bijpraten, Trudy, over de situatie op dit moment. Dat kan. Hoe ver ben we met de EHBO-kosten? Alles is nou in functie, neem ik aan. Nee, alles is er nog niet in. We zitten tot en met Staveren. Wat een rot waar. Mijn pak verruimd helemaal. Dat ze morgen wel naar de stomerij moeten. Nou ja, jong ben we weer in Balzert. En daar kunnen ze goede feesten horen. Dus dat ze wel een gezellige boel worden. Gezellig? Alleen nog fietsen is helemaal net gezellig. Die verrekte rotboer van mij. Ja, Dutje, wist meestal wel een dag vrij om die tocht te fietsen. Maar eerst wil de keimelken verzeld. Kom, ik vergeet me 2 uur achter de rechtstoel. Trainen? Ha, man, ik heb pas 2 weken lief mijn eerste fietskeepje kind. Dus, sorry dokter Beekhuis, goed taret ben ik net. Maar je orenadviezen volg je ik keurig op. En die kamferspiritus op een kont, super. Wat is de mooie dag. Ontbals het gaat het best. Maar dan de onderste route. Bij sleert komt altijd de dip. Want hoe goed als je voor die cel zwaargest, op een gegeven moment krijg je een dipke. Wij krijgen hem dus altijd bij sleert in de buurt. Al 180 kilometer fietst, maar je mat er nog zo'n verrekte sediek nog oer. En het wordt maar letter en letter. Maar inmiddels weten wij wat we dan dwan moeten. Tjonge, als het net meer giert, als alle gezichten op onwaar staan en we al beginnen te praten over een kuttocht en die kutfiets, dan tjongen wij. Als jongst vierst even dat die benen al vol rinnen. Dat die schouders zo verkrampt binnen dat ze haast bij die eren zitten. Dat de bonken in die bibs haast uit die broekje stekken. En dat die kut onvield als een uitrookte vulkaan. Die meneer Muda, weet ik verder niks van. Ik weet alleen nog dat hij op een foto komen is in Hilpen. En dat er uit Grijns kwam. En als hij dan de tijd van aankomst zorgen, dat hij aardig tijd in beslag nam. Want daarvoor was hij aardig op tijd. En wat Pakel zei, toen moest er uitbetretter worden. Dus, maar goed begrepen, daar kwam zijn mama zijn kastje voor. Die doek erover en nam heel wat tijd in beslag. Daar zijn ze. Yeah.
Daar ligt het. Nou, door daar. Twee kwart. Kijk. Hier is je. Hey. Hey. Zo, jongen. Zal ik jou even stempelen? Waar wil je me stempelen? Doe eens je voorhoofd leeg. Je bent nat. Ja, eindelijk. Nou. Het zou een keer tijd worden. Eindelijk. Ik weet niet wat voor of achter is. Daar moet je stempelen. Echt waar? Ja, ja, ja. Niet daar. Nee, oh nee. Daar. Wat voor een idee geeft het voor jou dat een jaar geleden hier zo'n hotel als tegen Top? Nou ja, dat is natuurlijk heel erg grappig om dan nu dat nog een keer te mogen rijden en in de voetsporen te treden om zo te zeggen. In de voetsporen van je overgrootvader dus, hè? Precies. Voor zelfs is de fietstocht een Friesk fenomeen. Naar moderne begrippen is het ook een oud evenement. 100 jaar is een heel skoft en jouwt het alleen nog daarom al een mythische glans. Maar zonder wortels, de onzichtbare drijfveren, het collectief onbewuste ook nog een rol spelen in het bestaan van de tocht? Want het kan geen tafel wezen dat het in mooie plak vindt. Een man die het van oud stief stiert van rituelen en gebroeken. In een nog net zo skier verliezen vinden er tal van festiviteiten rondom in de provincie en op de eiland. Aan het begin van mei, maar ook maar de Pinksterdagen. Heidenske rieten en omgongen die het geënde wij hebben het schutting verleend ha in het troch Luther, Calvijn en Menno Simons vormen geestelijke klimaat. Wat heeft van oerbleu wie bij gelijks het Skipkasielen van Grauw en het Klomkasielen van de Jonge Rijn in de klassen Lietse Holle, Grutte Holle, Lietse Volle en Grutte Volle. Volle net genoeg. Ek oude mei is nog een echo van diezenige vieren tijden dat de meisken bezocht hem een plak in de rin van de dingen te jaan. Jute dag is oude mei smieten met dong, hing je onen overal, op een braad rief van kreemkes del strunen en exposities van amateurkunstens besjen. Mooi vanzelf, maar zocht het niet meer te krijgen met de intensiteit van de oeroude rieten. Het wordt kouder, die laatste 50 kilometer. Als wij bij Oude Madden de Sediek oprijden, is de zin in eens fut en helpt de wien aan. Het wordt beuken, en dicht bij elkaar blijven en elkaar uit de wien zetten. Dan is het niet meer leuk. Dan was het naar huis, naar mem en naar een warme douche en een warme prak eten. Als die komt maar even van het zadel hel je meist. Want die viert inmiddels alsof de aaldruk van het onding op die reet baant is. Want wij staren op fietsen, luidt er een man in de berm. Het rede kruis stiert erbij. Wij gaan een dokter in ons groepje en die springt meteen van de fiets. De man had een hetaanval. Gelukkig rint het goed al. We zijn blij dat alles goed is met de man, maar hebben ondertussen de stalig tiet en wollende noos hingen. We zijn alle jaren sa koud worden. Maar dan binnen er altijd nog de mensen aan de kant. Als zelfs denkst, kuttocht, maar in kutsteden. En die kutstempelposten. En stek mijn fiets maar in de brand. Ik haat dat ding. Dan binnen er altijd nog de mensen aan de kant van de dijk. Die juichen. Hoe let het ik word. Ze hebben de tocht zo wat alle jaar uitrieden. Het kan het beter. Ik moet zeggen, ik voel het zelfs een goed het wan. Al wie ik zo vlot. Net waarom als die valken. Maar daar gaat het om als ik net om. Waar het eerste binnen is. Mooi. Dat de Sois vrouwen het ook opreden hadden. En die man was in houten poort ook. En mooi dat de kranten zo positief over de tocht schreeuwen. Hoewel, wat schreeuwt de Haarse kranten hier? Deelnemers zo'n tijdens de tocht ooit naar een museum kunnen matten. En wat schreeuwen zo sleert? Dat het publiek begon te klieren en vervelend waard in de achterblijvers, omdat ze tochten dat het om een wedstrijd ging. Nou, ik zeg het nog één keer, de Fietsalversterren is een toertocht. En wat mij betreft is er dat door 100 jaar nog.
het bloot natuurlijk in eerste instantie een sportief evenement. En dat leidt de klam ik op. Daarnaast maakt het natuurlijk een volksfeest worden. Maar of het grutter worden moet, maar bijzondere grutte feesten, overal, nee, ik geloof net dat dat maakt. Het blote sportief evenement weer bij de prestatie van de deelnemers voorop stiet. En ik denk dat we dat goed in de gaten houden moeten. Wat onderscheidt u zelf als Eerentocht van spreken, een ronde van Noord-Holland? Of zeg maar, wat we hier verder met proberen, dat is nou correct begrip. Jongens, wij hebben hier die Friese Alversteden. Wij hebben geen centraal gezag. Nee, die Alversteden die hebben hun privilege gekregen op een manier die is ik net te verklaren. We hebben Alversteden. Er is dus hartstikke liefde bij, maar dat had je niet. Sleert is een stad. En Eindhoven is een warp, nou? Dat is het, ja, ik kan het roos vertellen. De Alversterentocht is een omgang zat ze vroeger ik zeerst. Bedoeld om de vruchtbrust te bevorderen van het loon en de meisken. Jongens en vammen, mooie en vrouwen op een bult in de vrije natuur. Lonkje, fluitje, kniepeegje. Als op Pinkstermaand die bij het daagje van de dooi de zinnen uit de kiemen kroept, het scrutinale jacht de eerste deelnemers van het bed ropt, is dat het begin van wat misschien wel een orde aan het leven is. Onbewust, maar daarom net minder krachtig. Is dat net een wonderlijke gedachte? Verzels, de vorm is verroren in vergelijking met 1000 jaar lien. Maar wetenschappelijk schoon is alles dat verroert of een wijzigt, uw gedachte meer als wurg. Omdat krijgt in dat variabele het bewijs leveren wordt dat een verschijnsel net deer, maar een libben element in de maatschappij is. De Alversterentocht is neofolklorisme, een sociaal gevoel en het jou als individu verboen viel met de mienskip van deze tijd. En als er naar de finish komt, Rob meteen. Wat wie het leuk? Oor je weer. Ik hou van je alle jaren. Wat is een fietsen een feest? Dat is het stomme aan de Alversterentocht. Het is 180 kilometer mooi, dan 50 kilometer verschrikkelijk. En daarna is het weer 364 dagen prachtig. Maar ach, is fietsen ik net gewoon mooi werk? Men heeft beweging, het is in de frisse lucht. Men loopt dus een raar pakje aan, zetten ze een nieuwe petje op en sjongt dus een dom veske. Gewoon omdat het kin en elke nieuw er aardig iets aan heeft. Men kent een oor, slacht dan het hutje op de schouders en roept de hele dooi. Hoi! Je zere kont of brut zijn bonken kan afbreken dwan om die charme. Dat stapelgekke provincialisme. Dat het toch nog eerder maakt dan wat het is. Al 100 jaar lang. Take the fall and sacrifice. I'll cheer you.